Uh, assalamu alaikum wa barakatu, wa barakatuh. Beste broeders en zusters. jullie hebben verschrikkelijke beelden gezien. Zelfs ziekenhuizen worden nu gebombardeerd. Waar mensen uh, zorg moeten krijgen, medicijnen moeten krijgen, hebben ze deze opgeblazen. Zodat, ze, zodat er echt letterlijk niemand moet geholpen worden. Dus ze zijn echt aan hun lot overgelaten. Bij deze vraag ik gewoon mensen waar ik al of kom, blijf du'a voor deze mensen doen. Blijf du'a voor ze doen. Neem ze mee in jullie gebed. In elk gebed neem ze mee en doe smeekbeden voor de mensen die nu in Palestina zwaar getroffen worden. Door deze verschrikkelijke oorlog die nu gaande is. Neem hun mee in jullie du'a waar ik al of kom. Dit is ook een teken voor de mensen die niet bidden, dat ze terug moeten keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe kan jij een smeekbeden verrichten als je niet bidt? Dus Barakeloof ik sta op, begin te bidden. En de mensen, Barakeloof ik kom, nogmaals, neem hun mee. En jullie smeekbeden, geloof ik kom. En het allerbelangrijkste is: deel de beelden. Deel de beelden. Beelden delen is belangrijk. Want ze doen er echt alles aan om de beelden te blokkeren. Maar samen moeten, we, samen moeten wij de wereld laten zien dat de beelden eh, gewoon verschrikkelijk zijn. Iedereen moet de beelden blijven delen. Dan word je geblokkeerd, dan maak je een nieuwe account. En zo gaat het maar door. Word je geblokkeerd, maak je een nieuwe account. De beelden mogen, moeten gezien worden. De beelden moeten gezien worden. Dit is mijn boodschap. En vergeet hen niet in jullie smeekbeden.